En gisteren maakten juryvoorzitter Lea Thijs en presentator Jo de Poorter de nominaties bekend voor de Vlaamse Musical Awards. Dracula en de ABBA-musical Mamma Mia gaan voorlopig voorop in de peilingen met 10 en 7 nominaties. Nu, onze reporter die sprokkelde reacties in de Zuiderkroon en kwam op een kleine uitzondering na alleen maar tevreden mensen tegen. Het gaat beter met de Vlaamse musical, maar het gaat nog niet goed genoeg eigenlijk mee. Er is eigenlijk nog... Kijk, dat er talent aanwezig is, dat weten we ondertussen wel. Maar het uit te kiezen aantal producties die echt bovenaan de lijst kunnen staan aan kwalitatief goed, denk ik dat er nog wel werk aan de winkel is. Ja. Een jaartje of twee was er een kleine dip. En zeker met de stopzetting van een aantal huizen ook. Hè, het Ballet van Vlaanderen en zo, de musicalafdeling. En was er toch een dipje eigenlijk, zeg maar. En ik vind dit eigenlijk een fantastisch antwoord. Het belang van deze prijzen, denk ik voornamelijk, is dat er aandacht wordt besteed aan musical. En ik denk ook wel goed dat het een soort van schreeuw is naar de overheid om toch subsidie te geven. Op deze manier zien mensen toch of lezen mensen, hey, daar gebeurt toch heel veel. Het geeft de musical een beetje meer glamour en glitter, denk ik. Dat is altijd leuk. Wat doet het je om genomineerd te zijn? Ik vind het altijd een erkenning. Ik vind het altijd heel prettig, want uiteindelijk je werkt aan iets. En in het begin doe je dat in je eentje en daarna doe je dat met de volledige ploeg, met acteurs, met je creatieve team. En je doet het toch altijd op wat de mensen het goed en het mooi zouden vinden. Ik werd geraakt door een liefdespijl. Dat ik genomineerd ben, is voor mij eigenlijk een soort bekroning op mijn werk. Ik vind dat fantastisch dat ik genomineerd ben en weer even in de schijnwerpers mag staan. Dat is leuk als je een erkenning krijgt, maar het is ook maar wat het is, hoor. Ik bedoel, het is niet dat alles nu anders wordt. Het streelt het ego een beetje? Altijd. En degene die tegendeel beweert, die liegt. Mamma mia, helder ga ik weer. Oh jee, het is nog niet gesleten. Als je er dan uiteindelijk zit en die envelop gaat open, dan zijn er twee dingen. Eigenlijk wil je hem dan ook heel graag hebben. En soms is het ook een opluchting als je hem niet hebt. In mijn geval is dat meestal omdat ik dan geen speech heb voorbereid. Ik wil dat. Iedereen wil winnen. Maar ik heb hem vorig jaar al gewonnen. Dus ik denk niet dat ik hem nog ga winnen. Ik denk dat de grote kanonnen, zoals wij dat dan zeggen, van in de musicalwereld wel met de prijzen zullen gaan lopen. En misschien terecht, dat weet ik niet. Maar ik zou het natuurlijk al fijn vinden om te winnen. Hè. We zijn allemaal mensen die liever winnen dan verliezen. Dus ja, het zal spannend zijn. Ik concurreer, als ik het goed heb gehoord, een beetje met mezelf. Voor In het Witte Paard Frank van Laken en voor Dracula dezelfde Frank van Laken. Maakt het dan uit voor welke productie dat je wint? Nee, als ik maar win. En veel kans natuurlijk. Of Frank hem dus ook wint en voor welke, weten we op 25 september. Info en tickets voor de uitreiking vinden jullie ook via onze Rode Loper website.